Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. We hebben vandaag vrij van school, want het is vandaag Prinsjesdag. Wij gaan vandaag vloggen. Eigenlijk gewoon van een doodnormale dag voor ons, maar dan vrij. Ons SD-kaart is net kapot gegaan, dus we gaan een soort van, ja, de struggle even met jullie delen. En we gaan zo ontbijten. Ik ga ook ontbijt maken voor Fiona. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb al gedoucht, ik heb me aangekleed. Ik heb een shirtje aan van de, nou, een trui aan van de H&M. Heel erg leuk met sushi erop. En ik heb een ook broek aan, ook van de H&M. En ja, dat was het eigenlijk ook een beetje simpel. Eigenlijk een beetje een soort van, ja, van I don't know what to wear. Laat ik maar gewoon een trui en een broek pakken en dan zijn we er ook weer klaar voor. We gaan nu over naar mijn OOTD. Ik heb haar vandaag los. Ik heb net gedoucht, vandaar dat het er zo uitziet. En dan heb ik die blouse van de Forever 21. En deze legging gewoon van de, ja... Geen idee, volgens mij gewoon een H&M of zo. Dus niks bijzonders, maar ik vind het wel een leuke basic look. Ik ga een ontbijt maken voor Fiona en voor mij. Maar ik dacht, we kunnen het gelijk gewoon laten zien ja, wat ik ga maken. Je hebt nodig een toaster, boterhammen, een chocoladepasta en een marshmallow fluff. En dit is zeg maar marshmallow pasta en er zit geen gelatine in, mocht je dat afvragen. De ingrediënten zijn maïssiroop, suiker, gedroogd eiwit en vanille. Dus mocht je veganistisch zijn of gewoon geen vlees willen eten of mogen eten of geen vet ervan, dan ja, kan je het er gewoon ook nog nemen. En wij gebruiken puur chocola, ja, omdat natuurlijk dit wel heel erg zoet is. En ik ga beginnen met smeren van de pure chocoladepasta op één van de sneetjes. En ik ga nu ook alvast de toaster aanzetten, zodat ik hem straks gelijk erin kan doen. Heeft Amani voor mij gemaakt en zo ziet hij er dus uit en ik weet uit ervaring dat hij echt heel lekker smaakt. Ja, dit is dan ook de tweede, dit is die van mij en we gaan nu ontbijten en daarna weet ik nog niet echt wat we gaan doen. We hebben net gegeten, het is nu 11:30 en we gaan zo naar de Mediamarkt of een andere winkel om een nieuwe SD-kaart te halen. En ja, ik weet niet wat we verder nog gaan doen. Maar wat we gaan doen, we nemen jullie nog steeds mee. Ik wilde even iets vertellen. Het is best wel erg eigenlijk. Maar ja, we moeten maar even kijken hoe we dit gaan oplossen. Het is namelijk zo, onze lieve katjeertje die je misschien wel kent van de... ja, hoe heet die tag nou? My Furry Friend tag kent van het Engelse kanaal. Als je die nog niet hebt gezien, klik dan vooral eventjes op het i'tje hierboven om de video te kijken. Maar wat ik dus wilde zeggen is, nou, die lieve onschuldige kat heeft, we hadden pizza gegeten gisteravond en ja, heel leuk en zo. Maar dat vond zij dus ook, dus zij ging dus in de nacht, toen wij aan het slapen waren, is ze van die pizza gaan eten. Maar kennelijk heeft ze dus met een staart in de oliepan gezeten, niet heet hoor, maar ja, gewoon natte olie. En daar is ze dus, ja, helemaal vet van geworden, helemaal nat. En vanochtend toen mijn moeder wakker werd, zat het hele huis onder de olie van haar. Dus. Ik zal zo even een shirtje van haar filmen. Het ergste is al weg, maar het ziet er echt uit alsof ze ja, gewoon douche olie heeft gehad ofzo. Dus we gaan zo even naar het dierenwinkel kijken wat we er tegen kunnen doen. Dus ja. Dit is dus de vettige kat. Ze is heel vettig. Zoals je wel kan zien. Maar ze heeft nog wel de vettige staart omhoog, dus ze is wel blij. Vertel eens, wat heb je gedaan? Waarom ben je zo vet? Nou, zo ziet ze er dus uit. Lekker vettig. We gaan dus naar de Mediamarkt en even naar de dierenwinkel. Maar Naim slaapt nu nog, dus we gaan even RuPaul kijken. En we gaan nu aan het laatste seizoen beginnen dat op Netflix staat. Dus ja, ik heb er wel heel erg veel zin in. Ik moet wel even wennen aan de nieuwe groep, maar ja, ik ga het gewoon kijken en dan zie ik jullie zo weer. Naim! Naim, wil je nou? Wil je een ijsje kopen? Wil je een ijsje kopen? Ja. Wil je naar mama toe? Wil je naar mama toe? Oh jee! Papa, papa.
wat zeg je? Papa werken. Ja, papa werken. Kom, mag ik je speen? Goed zo. Sushi. Ja, staat sushi op Ami's truien? Wat staat er op Ami's trui? Sushi. Goed zo. Sushi. Kom, gaan we je kleertjes voor jou uitzoeken? Oké. Ijsje kopen. Ja, gaan we zo meteen een ijsje kopen, ja? Een autootje. Ja, en gaan we ook naar autootje. De autootje in de supermarkt. Hè? Bij de Albert Heijn met de hamster erin. Nou, hij heeft nu nog zijn pyjama aan. En zijn slaapzak. Kom, stap ergens uit. Oké, goed zo. Oh, ja. Nou, hij heeft allemaal knuffels in zijn bed, want hij vindt het heel erg leuk om daar mee te slapen. Zullen we even jouw kleertjes uitzoeken dan? Kijk, wie is dat? Naïm. Naïm. Naïm, wat is buiten? Hij noemt zichzelf Naïm. Hè, Naïm? Habi. Habi? We gaan naar de stad en we gaan even een kattenshampoo halen. Ja, vanwege de vette kat. Voor het offerfeest hadden Amani en ik nog 10 euro over. Dus dat gaan we ook even uitgeven als we daar nog tijd voor hebben. En ja, een beetje boodschappen en die SD-kaart halen. We zijn er. We zijn nu in de stadstart van Zoetermeer. En ja, we gaan hier dus eventjes doen wat we moeten doen. Wat Jorda net allemaal verteld heeft. En ja, we nemen jullie mee. That's my sister. She's a tata. Half tata's. Half tata's. Half Indonesisch half tata's. We zijn net terug van de Yamin en daar hebben we 11 bakjes Oreo's gekocht van die rollen. Dus laat even weten of je daar een video van wil zien dat we die gaan proeven. Dat doen we natuurlijk met alle liefde, want we hebben echt zoveel smaken. We hebben sorbet, we hebben kokos, aardbei, dubbel. Het is echt heel erg veel en heel erg lekker. Dus ja, laat even weten als je daar een video van wil zien. We staan nu voor de McDonald's en we zagen daar een bordje staan met ice frappe, witte chocolade van Boos. En dat leek ons wel heel erg lekker, dus dat gaan we nu bestellen en dan zien jullie zo hoe het eruit ziet en hoe het smaakt. Hoe ziet hij eruit? Hij is licht roze en er zit slagroom op, dus dat is natuurlijk goed. En dit is de witte chocolade van Boos Frappuccino van, nou ja, frappe dan, van de McDonald's. En we gaan hem even proeven. Mm-hmm. Misschien kan je het zien, er zitten ook echt framboos en wit chocoladestukjes in. Het is echt heel lekker, dus als je naar de McDonald's gaat, neem deze zeker even. We zijn nu in de Mediamarkt en we gaan nu de SD-kaart halen. We zijn net even naar de bordershop gegaan, helaas niets gevonden. Maar ja, we lopen nu de Mediamarkt in. We hebben de SD-kaart. We gaan nu ook eventjes kattenshampoo halen, maar eerst gaan we even langs de kruidvat. Nou, we zitten nu in de auto terug vanuit het winkelcentrum. En we gaan nu nog even onze oma oppikken. Dan gaan we even samen met haar boodschappen doen. We zijn nog eventjes naar de kruidvat geweest en dit is wat ik daar gekocht heb. Ik heb hier een Essence Color Correcting Mattifying Powder. In de kleur 1-0 Beautiful Finish. En zo ziet hij eruit. Hij heeft een beetje een roze erin voor ja, de blauwe plekjes, de wallen bijvoorbeeld. Of de donkere kringen bedoel ik. Groen voor de rode plekjes. En wat een beetje bruin om gewoon ja, mooi samen te blenden. Dus ik vind het wel een goede kleursamenstelling. Dan heb ik ook nog een eyebrow topcoat voor als je wenkbrauw hebt ingekleurd. Dan kan je dit eroverheen doen, een soort van wenkbrauwgel. En ik heb nog een balblush. En deze is in de kleur, ook in de kleur 10 Peach Candy. Ik vind hem heel mooi, een beetje persiekleurig. Dus daar ben ik zeker blij mee. We zijn nu terug van Zoetermeer. Het was heel gezellig.
En we hebben de kattenshampoo. En op dit moment voel ik een beetje in mijn hoofd zo. Ja, op dit moment begin ik me niet meer zo heel lekker te voelen. Dus we gaan nu gewoon lekker naar huis. En dan ga ik even douchen en zo. Oh, maar eerst moet die kat even gedoucht worden. Want dat is wel echt heel dramatisch met die olie. Echt. Tot zo. Nee, hou op. Het is nu avond. Het is al best wel laat. Zitten al in onze pyjama's. Ja, zoals je wel kan zien. We hebben net de kat gefeumd. We gaan zo meteen slapen, dus we gaan de vlog afsluiten. En bedankt voor het kijken en we zien jullie volgende keer weer. Doei doei!